Wat we geleerd hebben bijvoorbeeld bij AIDS, het HIV-virus verwekt AIDS. Het is een hele simpele ziekteverwekker met misschien 5 of 6 genen. Dat is maar wel een ziekteverwekker die snel kan veranderen genetisch. Het is een erfelijke, die kan zich steeds kan aanpassen. Als je een afweerreactie bouwt, dan ontsnapt die als het ware weer door zich net te veranderen. Daar hebben we geleerd als we op 3 verschillende manieren naar dat virus schieten, tegelijkertijd, dat heet combinatietherapie, dan schakel je dat virus uit. Als je 1 pil geeft, en dan wordt hij na een paar maanden resistent. Als je dan met pil 2 komt, dan is hij dan 3, dan uiteindelijk heb je geen genezing meer. Als je ze tegelijk geeft, krijgt hij geen kans. Dat is ook wel een beetje de hoop bij kanker. Kankers kunnen duidelijk hetzelfde doen, je liet het ook zien. Kankers kunnen veel sneller dan normale cellen hun erfelijke codes veranderen. Nou, dan gaan er heel veel tumorcellen dood, maar in zo'n tumor is altijd weer een nieuw leven. Dus er komen steeds weer varianten naar boven. En het idee is, als we maar genoeg middelen hebben en we geven ze tegelijkertijd aan een patiënt, dan kunnen we hetzelfde bereiken als we met HIV bereiken, met AIDS, dat we dan de tumor echt plat leggen. Helaas hebben die middelen veel bijwerkingen. Anders dan bij antivirale middelen, je schiet op een virus, maar je schiet eigenlijk niet op de patiënt zelf. Maar die kankermiddelen, je schiet op zijn kankercellen en die lijken enorm op de normale cellen. Dus die middelen zijn veel minder specifiek voor de zieke cellen. En we hebben er nog niet genoeg. We moeten waarschijnlijk 100 van die middelen hebben om voor iedere patiënt 3 of 4 of 5 van die kogels te hebben die je tegelijkertijd afschiet. En we hebben er vaak maar 1 of 2. En daar komen er heel veel aan. Ze zijn ontzettend duur, dat is nog een ander probleem. Ze kosten 1 miljard om te ontwikkelen. Ze kosten 50.000 euro per patiënt per jaar om te behandelen. En dat is een andere horde die we moeten nemen. Het komt eraan, maar het is er nog niet. Er zijn eigenlijk, als ik nog even mee mag inpikken, er zijn maar enkele kankers, zoals bijvoorbeeld chronische myeloïde leukemie, waar je met 1 medicament eigenlijk de ziekte zo goed als kan platleggen. Dus dat zijn wat we kunnen noemen domme kankers, omdat die niet die escape mechanismen allemaal hebben. Maar voor de meeste anderen is het wat Hans zegt. Dus, ze zijn genetisch zo instabiel dat ze altijd een uitweg zoeken. En de kanker is zo heterogeen, dat is een concept dat ook nu veel duidelijker geworden is de laatste jaren. Het is dus niet 1 kankerceltype. En moesten we dat goed kunnen begrijpen, dan kunnen we daar ook een therapie tegen vinden. Nee, je hebt verschillende diverse kankertypes, celtypes in 1 kanker. En dat maakt het zo'n een onmogelijke te treffen vijand eigenlijk.